hoekjes samen maken in de eerste twee. Dus bovenop de drie samengehaakte stokjes maak een onafgemaakt stokje. En de steek erna maak een onafgemaakt stokje. Heb je 1, 2, 3 steken op de naald en haal je draad door. We gaan met 10 steken omhoog haken. 1. Dus nummer 2. Dus nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. 6. 7. 8. En nummer 9. Hier is die tiende en in de tiende maak je 2 stokjes in 1 steek. Dus nummer 10 en nummer 11. We hebben de eerste toer gehad. We gaan nu zorgen dat deze recht omhoog gaat, maar die gaat ook recht omhoog. Hier doe je dat door samen te haken en hier doe je dat om door te meerderen. Dus als je kleurwisseling doet, hier afhechten en in dezelfde hoek ook weer aanhechten. We gaan nu beginnen met tellen of het klopt. Want we moeten eindigen met 2 stokjes samen. Dus hier, dus nummer 1 en nummer 2. Hoeveel steken hebben we dan nog over totdat we weer bij het begin zijn? Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en nummer 10. Dus we gaan nu in de eerste 2 stokjes haken. Dat is het eerste stokje. En hier is het tweede stokje. En dan gaan we omlaag, tot we bij de laatste 2 zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En de laatste is nummer 9. En dan zijn we bij de laatste 2 steken aangekomen en daar maak je 2 stokjes samen. Dus 2 onafgemaakte stokjes, heb je 3 lussen op de naald en haal je draad door. De kleurwisselingen hier weer afhechten en ook daar weer aanhechten. 1 lossen en werk draaien. Dan kijken we weer tegen de achterkant van het werk aan. 2 stokjes samen haken. Dus het eerste onafgemaakte stokje en het tweede onafgemaakte stokje, 3 lussen op de naald en doorhalen. Dan gaan we kijken of we nog steeds correct zijn. We gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steken en in de laatste maken we er 2. Dus 9 stokjes op een rij, 1. Je kan ook zeggen 10 stokjes op een rij plus eentje extra en de laatste erbij. Gaan we omhoog. Zijn we er bijna. Omdat ik 1 keerlossen maak, is deze keerlossen hier een beetje naar achter gedraaid. Dat is je laatste steek. Die valt ook nog onder een stokje. Daar maken we 2 stokjes in. Dan zie je dat die recht omhoog gaat. En die ook. Dan ga ik het nogmaals herhalen met jullie. 1 lossen en werk draaien. Dan zijn we aan de goede kant van het werk. Dit zijn eigenlijk de herhaaltoeren die je gaat doen. Dus je gaat hier altijd in de laatste of in de eerste. Dus als je aan de goede kant bent. Dit is trouwens je linker voorpand. Als je aan de goede voorkant, aan de voorkant bent, dan ga je beginnen met 2 stokjes samen maken. 9 omlaag. En de laatste 2 samen haken. Dus 2 stokjes in 1 steek, 9 omlaag plus 2 steken samen haken. Ben je aan de verkeerde kant van het werk, dan begin je met 2 stokjes samen haken, 9 omhoog en in de laatste 2 stokjes in 1 steek. Goed, ik ga deze toer nogmaals met jullie doen. Ik heb 1 losse gehaald om te draaien. In de eerste steek maak ik 2 stokjes. 1 en nummer 2. Dan gaan we omlaag haken met stokjes. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 en nummer 9. En de laatste twee steken haak je weer samen. Dus twee onafgemaakte stokjes maken. 1, 2, 3 lussen en doorhalen. Deze toeren blijf je herhalen tot die punt hier het gedeelte van jouw schoudernaad raakt. Dus bovenop de schouders. Dus hou het voor je, hou het om je. En kijk als die punt hem raakt. Dan zit je goed. Goed. Ik ga er even van uit dat jullie dit stuk compleet in de lengte hebben gehaakt en deze punt hier jullie schoudernaad aan kan raken. Dan gaan we beginnen met het hoekje hier op te vullen. Dat zal op deze manier gedaan worden, zo, en die daarheen. Die kant ga je minderen nu en die kant blijf je recht omhoog gaan. Zo ga je een mooi hoekje krijgen. We gaan starten. Ik had al één losse gemaakt om de werk te draaien. Mijn lengte is nog niet toereikend om op te vullen. Maar ik ga het je nu alvast laten zien. We gaan beginnen met, zoals gewoonlijk, hier is het samenhaken. Hè? Doen we gewoon even zoals normaal. Dus twee stokjes samenhaken. Dan gaan we omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en 7 stokjes in totaal. Normaal zou je hier natuurlijk meerdere, dat gaan we nu niet doen. We gaan nu de laatste 3 steken samenhaken, dus 3 stokjes samenhaken over de laatste 3 steken. Dus het eerste onafgemaakte stokje, het tweede onafgemaakte stokje en hier is het derde onafgemaakte stokje. Heb je 1, 2, 3, 4 lussen op de haaknaald en dan haal je door. 1 lossen en werk draaien. Nu weer idem dito. 3 stokjes samenhaken. Dus het eerste onafgemaakte, de tweede onafgemaakte en de derde onafgemaakte stok. Heb je 4 lussen op de haaknaald en dan haal je door. Dan ga je naar beneden. 1 stokje, 2 stokje, 3 stokje en het vierde stokje. En het begin blijf je eigenlijk herhalen als je al die tijd al gedaan hebt. Dus dan maak je 2 stokjes samenhaken. 1 lossen. En het werk draaien. Nu heb ik mijn werk gedraaid. En maak ik 2 stokjes samenhaken. 1, 2 stokjes samen. Nu haken we 1 stokje. En over de volgende 3 maak je 3 stokjes samen. Eerste, tweede onafgemaakte en het derde onafgemaakte stokje. 4 lussen op de naald en haal je door. Nu kan je nog zeggen om netjes een mooie punt erin te maken. Ik meen dat ik dat ook in het patroon beschreven heb. Over deze 3 een stokje samen haken. Dus 3 stokjes samen. Dat is 1, dat is 2. En dat is de derde onafgemaakte stok en dan haal je door. En dan heb jij daar een hele mooie scherpe punt aan. Dus een mooie rechte schoudernaad. Hiermee kun je de schoudernaden aan elkaar gaan naaien. Zo, aan elkaar gaan stikken. Mijn werk valt op de grond. Dus zo ga je het linker voorpandje opvullen en de linker voorkant ophaken. Dus je haakt hem eerst op tot de hoek de schoudernaad kan raken en dan ga je hem opvullen. Dus haak niet te ver door. Als je denkt ik ben er, dan ben je er ook echt. Want er komen kleine ronding in die hoek tevoorschijn. Waardoor je hem mooi kan aansluiten. Als je straks de schoudernaden klaar hebt, zul je zien dat als je deze rand er aanstikt, dat de kleuren met de achterkant en de voorkant precies met elkaar gaan doorlopen. En dat is de bedoeling. We gaan beginnen met de 4 granny rugband opvullen. Zoals jullie gezien hebben, heb ik de 2 granny voorpand al gevuld.
En hier zijn de resterende granny's. We gaan één dalletje overslaan, dus een V-vorm. Deze vorm slaan we over. We starten in de punt van de derde granny. En dan gaan wij de laatste twee granny's laten voor wat het is. We gaan eindigen in de punt van de vierde granny. Dus je gaat over 1, 2, 3, 4 punten ga je het rugband haken. Als jij een 3 granny rugband hebt, haak je hem over 3 punten. Dus dan heb je een 1 granny voorpand. Dan heb je dit. Dan sla je 1 dalletje over en dan ga je over 1, 2, 3 voor punten je rugband haken. En het voorpand sla je weer 1 dalletje over en over de laatste voorpand ga je, de laatste granny ga je het voorpandje haken voor 1 granny voorpand. Ik heb hier dus 4 granny rugband, die ga ik met jullie haken. Het is precies hetzelfde. Het maakt niet uit hoeveel grannies je op de rug hebt. Van begin tot eind blijft gelijk. We gaan starten. Ik ga hem even inzoomen in de punt. En dan gaan we van start. We beginnen aan de rugband van de granny top. Dus we gaan het dalletje overslaan vanaf jouw voorpand. Dalletje sla je over hier. We gaan beginnen in deze punt hier. Hecht de draad weer aan. Ik heb jullie in het begin laten zien hoe jullie een lus op de naald kunnen zetten. Dan gaan we kijken. Gaan we hier aanhechten in de losse ruimte van de granny. Zo. We moeten hier in totaal 9 stokjes naar beneden haken voor het dalletje. Het dalletje is precies hetzelfde als je hier ook gedaan hebt bij een 2 granny voorpand. Dus we gaan tellen. Die twee moeten we samen haken. Dan gaan we 9 stokjes omhoog tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan weet je dat deze hier, het eerste voetje van jouw V-steek, jouw eerste steek is. En daar maak jij 2 stokjes in. Dus in de eerste steek, dus het eerste stokje, bovenop het eerste stokje haak jij 2 stokjes. 1 en nummer 2. Ik leg mijn draad gelijk langs mijn werk. Dan hoef ik die niet meer later af te gaan hechten. Dan haak je 9 stokjes naar beneden. 1, 2, 3, nummer 4, 5, 6, 7, nummer 8. En nummer 9. We gaan nu de toer herhalen van wat je in de derde toer hebt gedaan in het begin van deze week. Dus na de granny's heb je eerst een toer vast en dan 2 toeren stokjes. Je toeren stokjes, wat je nu gedaan hebt tussen de dalletjes en de piekjes, ga je herhalen. Alleen het stukje langs jouw eerste granny wat je haakt en langs de laatste granny, dus bij de vierde granny-punt, dit stukje. En dit stukje haak je met 9 stokjes in het begin. En aan de laatste steek haak je 2 stokjes. Dat is het enige verschil. En de rest haak je hetzelfde als in toer 3 van het begin van deze week. Dus je haakt hier 2 stokjes samen. Over de eerste sla je 1 steek over en over de derde steek. En dan haak je 10 stokjes omhoog, V-steek in de top, 10 stokjes omlaag, 2 stokjes samen haken. 10 stokjes omhoog, V-steek, 10 stokjes omlaag en dan 9 stokjes omhoog. En in de laatste haak je 2 stokjes in de laatste steek. Dat is dus herhaling, die ga ik nu niet helemaal met jullie haken. Dat is gewoon een herhaling van de laatste toer, van de derde toer van deze week. Jullie zien mij aan het einde van deze toer voor de laatste, de vierde punt. Dit stukje zien jullie mij terug. Goed, ik ben aangekomen in het dalletje van de laatste 2 granny's van de 4.
Nu gaan we hier nog twee stokjes samen haken over drie steken. Dus de eerste onafgemaakt, één steek overslaan. En in de volgende maak ik een onafgemaakt stokje. Die haak je samen en dan gaan we 9 stokjes omhoog haken. Want we zijn nu bij de laatste punt aan, dus bij de 4e punt van de granny. En het kan zijn dat het bij jou is dat jij 3 granny's hebt. Dan ben je bij de 3e punt aangekomen. Ik heb 2 stokjes, 3 stokjes, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heb je hier de V-steek en in het stokje hier van de V-steek haak je 2 stokjes in. Dus 1 en nummer 2. Zal ik even uitzoomen om jullie te laten zien hoe dit er nu uitziet. Zo. Hier ben ik begonnen. 2 stokjes in het eerste stokje met een aanhechting in de losse ruimte. Heb ik 9 stokjes omlaag gehaakt, 2 stokjes samen, 10 omhoog, V-steek in de top, 10 omlaag, 2 stokjes samen gehaakt in het dalletje, 10 omhoog, V-steek in de top, 10 omlaag, V-steek, 2 stokjes samen haken in het dal, 9 stokjes omhoog en 2 stokjes in het laatste stokje. Deze toer ga je herhalen totdat je even lang bent doorgegaan als jouw volgpand. Kan het nou zijn dat jouw busten wat groter zijn, waardoor je volgpand te strak wordt als je die gelijk houdt aan je rugpand? Haak dan het volgpand iets langer op, maar zorg ervoor dat de rand onderaan van de granny's, deze, als je het om je heen slaat, op één lijn blijft. Het moet niet zijn dat de voorpand omlaag gaat en achterpand omhoog of andersom. Dus deze toer die ik nu heb uitgelegd, ga je herhalen tot gewenste lengte, tot de punten de schoudernaden kunnen raken. Dit gedeelte zal je nekgedeelte zijn. Dat is ruim voldoende. Dat is dik 13, 14 centimeter wijd. En je ziet, er zit een behoorlijke rek in. Ik wens je heel veel succes. En we gaan zo dadelijk door met het rechte voorpand ophaken. En de hoekjes opvullen. Hoe dat te doen.